Wij zijn op dit moment in de nieuwe fabriek, saladefabriek van de Colruyt in Halle, die vorig jaar gebouwd is. De Ruisgroep heeft hier alle vloersystemen geleverd, dat wil zeggen vanaf de afschotvloer, inclusief de vloerbekleding, maar ook de stootwanden. Dus wat voor ons van groot belang was, was om absoluut geen stagnerend water te hebben in de productie. Met daarbij nog eens een maximale afdracht naar de riolering van 1 centimeter per lopende meter. Zodanig dat eigenlijk ook de hoogtes niet te hoog worden. Bovendien vroegen we ook een volledige anti-slip over de hele ruimte. Voor ons was van belang om ook de herstellingen uitgevoerd te hebben binnen de 48 uur, zodat de impact op productie zo klein mogelijk is. Van belang is ook de naadloze afwerking van de trappen, zodat waterinfiltratie vermeden wordt. En bovendien zijn de trappen voorzien van een anti-slip neus in functie van veiligheid. Vanuit de opdrachtgeverszijde, de Colruyt Groep, is de ervaring zodanig goed met de Ruisgroep dat we in andere naastliggende fabrieken hier aan de gang gegaan zijn met snelle renovatiesystemen. Dat wil zeggen dat we in een weekend tijd vanaf vrijdagmiddag de vloer in verschillende fases hebben gerenoveerd, als ook plintreparatie. Voor ons was ook van belang dat de vloer bestand is tegen onze reinigingsproducten en dan zeker vooral tegen onze fogging op basis van waterstofperoxide. Een groot voordeel ook is dat we de uitvoering konden krijgen in verschillende kleuren, zodanig dat we een aanduiding kunnen maken ter hoogte van brandblussers, nooduitgangen of de detectie voor de bediening van automatische deuren.